Zeg, wat komen we dan in fouten doen eigenlijk? We komen hier naar Rachel Burgemeester Heijmansstraat kijken. Hè? Dat is onze burgemeester Rachel Heijmans. Die straat is speciaal vernoemd naar Rachel. We hebben dat opgezocht in de oude archieven hier van Tielrode. En hij was blijkbaar de eerste die zichzelf Rachel liet noemen. Geert, dus zijn we naar hier gekomen voor... Allee, wat is dat even een uitleg eigenlijk? Nee, maar wacht een keer. Hé, maar daar staat niet Heijmans, hè, Geert. Kijk een keer goed. Daar staat Heijman. Ja, maar... Ja, een S, dat wordt soms een keer aanzien als overtollig. Ik herger me dat dood aan als ze mij Heijman noemen. Maar ja, kijk, het gebeurt nog. Hè. Je ziet het, hè. Burgemeester Rachel Heijmansstraat, een zeer belangrijk man geweest hier in Tielrode. En, ja, kijk, het gaat weer al over de Heijmans, hè. Maar misschien kunnen we het een keer hebben over het aangetrouwd geslacht, hè, van de Slagmolens. Misschien is er hier familie van de Slagmolens, hè, in de Burgemeester Heijmansstraat. Misschien, hè, ik weet niet, hè. Goedendag. Goedendag, zuster. Goedemiddag. En welkom. Met wie hebben we de eer kennis te maken? Ja, ik ben zuster Lucien. Voor het ogenblik de verantwoordelijke van de zusters. Ja, en ik was met tante Lonneke in Gemina. Met tante Lonneke? Ja, tante Lonneke. Dus ja, ik bedoel zuster Bormee. Je bent ook in Gemina geweest? Ja, 27 jaar in Gemina. En hoe heet ze? Want dat is eigenlijk onze grootkant, hè? Van de Slagmolen is dat, ja. Hè? Zuster Edmonda en zuster Borromee. Dat is hier de kloosterafdeling. Wij zijn hier met 22. Dit is jullie kapel? Onze kapel, ja. Waar we ook nu de zusters van het Huis de Vincent, die daar in de zorg zijn, die komen ook elke keer naar hier, naar de kapel. Ja. We hebben ook een rustende priester en die komt ook naar hier. Ja. Ja. En wie is jullie patroonheilige? De heilige Vincentius Apollo is onze patroonheilige. En wij zijn zusters van de heilige Vincentius, Apollo. Goedendag. Dat, ja. Goedendag. Allemaal, goedendag. Ik veronderstel allemaal familie, nog van zuster Borromee en zuster Edmonda. Oh ja. Dat was aangekondigd, ja. Dat bezoek, hè. Dat is zuster Mia, die ook in Gemina was. We waren samen in Congo, 2 jaar. We waren altijd in dezelfde gemeenschap. Dat is familie van zuster Borromee. Oh ja? Familie van zuster Borromee. Heeft u zuster Borromee gekend, mevrouw? Ik heb ze gekend, dat zo, ja. Want dat is eigenlijk onze groottante. Goedendag, mevrouw. En hier hebben wij de ene kennis te maken. Dat is een medezuster, een echte van dezelfde congregatie. Van Vianen. Ja, van Vianen. Ja, dat is familie van zuster Borromee. Ja. Broedvolk, hè. Mooi, hè. Dan moet ik kijken, hè, Mona. Zuster Borromee, onze groottante. Er zijn er 2, dus wij hebben 2 tantes die zuster zijn geworden. Van een gezin van 12 kinderen. Wij waren met 4 meisjes thuis en alle 4 naar het klooster. Echt? Amai, amai. En hoe kwam dat dan misschien? Ja, hoe kwam dat? De roeping, hè. Ja. Echte roeping, ja. Ah ja, hè. Anders doe je dat niet, denk ik. Trouw zijn aan de roeping, zoals mensen trouw zijn in het huwelijk, zo is dat bij ons. Ja, dat is, ja. Kom maar. Dat zijn souvenirs van de roeping. Bij ons thuis, we hebben ook zo, Peter, dat klopt, hè. Zo, van de grote... Olifantentand, hè? Ja. Ja. Want zo die tanden, hoe komt dat die in België verzeild geraakt worden? Wij brachten dan dat mee als, ja, als souvenir, zo, hè. Maar dat gaat natuurlijk niet meer nu, dat mag ook niet meer, hè. We hebben hier een foto gevonden in de archieven van de familie
En waar dat we vermoedelijk zuster Borromée op herkennen. Ja. En waarop u waarschijnlijk ook aanwezig bent. Ja, dat was een foto die we genomen hebben als wij met de verschillende medezusters van de drie missieposten, was Gemina, Bobito en Bamanda, en een keer samen geweest zijn op een bepaalde gelegenheid. Borromée staat hier, hè, naast een van de pioniers. Justine. Naast een van de pioniers, en bij de pioniers was zuster Justine ook. Borromée was niet bij de pioniers zelf, of ook? Het was de tweede groep. Zij is de tweede. Ah, ze zijn de eerste groep. Die waren met vier, en dan de tweede groep ook met vier, en daar was zij ook bij. Hier zien we zuster Borromée als ze net ingetreden is waarschijnlijk, of geprofest. Ja, ze is een beetje later naar Congo vertrokken. Ja. Wat was jullie missie samen met onze groot-tante? Ja, wij waren medezusters, wij waren in dezelfde communiteit. En natuurlijk, zij was dan in de lagere school. Ze had haar plaats in de lagere school en ze gaf daar les. En ze deed dat met veel plezier. En zij kon van niets kon zij iets maken. Echt? Echt waar. Oh, dat was plakken en knippen en ja. Maar ze was eigenlijk een hele enthousiaste onderwijzeres, hè? Zuster Borromée, ja. Ik zie ze. Allee, ik heb zo nog beelden van haar dat zij op de speelplaats en met de kinderen allemaal met de kinderen bezig was. Ze allemaal mooi op een rij zetten. Haar doel was ze toch een degelijke opvoeding te geven. En vooral de kinderen van de lagere school. Wat heeft zij voor hen betekend? Ja, ik denk dat. Ik zag ze zo als een echte moeder voor die kinderen. Want ja, sommige kinderen kwamen uit heel grote gezinnen, woonden heel ver. En ja, ik zou zeggen, flinke jonge mensen ervan maken. Dat was eigenlijk de bedoeling. Wij hadden dus een school, beroepsschool. Dat was dan al te middelbaar. Onze bedoeling was van het volkskind. In het begin de meisjes allemaal, van daar degelijke huismoeders van te maken. En zuster Borromée heeft daar eigenlijk actief aan meegewerkt. Ja, voilà. Absoluut. Zeker waar. Ja. Absoluut. Zeker waar. Ja. Ja, ja. Absoluut. Op heel eenvoudige wijze. Ja, en als ze eenvoudig kunt zijn bij zulke mensen, ja, dan kun je heel wat, heb je heel wat inbreng. Omdat zij altijd er zo wat mee begaan was, met een toestand. Want je kunt ook nu Gemina niet meer vergelijken met een tijd dat zuster Borromée daar was. Zijn jullie er opgekomen om in die tijd naar Congo te gaan? Ja, dat is een beetje verschillend bij iedereen. Maar als ik dat hoor, ja, bij mij was er zogezegd in geboren. Die goesting om te gaan helpen naar Ginder, dat zat erin. Ja. Heeft Congo van u een andere mens gemaakt? Eigenlijk wel, ja. Ja, zeker waar. Ik ben blij dat ik daar geweest ben. En 30 jaar, dat zegt toch al iets. Dan heb je al heel wat meegemaakt. Ik moet wel zeggen, het geeft een ruimer zicht op een ruimer beeld van de wereld. Wat ik nog soms aan terugdenk, dat is dat ik met het weekend, en zolang ik daar geweest ben, elke zondag het gebed ging doen in de gevangenis. En dan samen met die mensen bidden en zingen. En elk weekend, dan mag ik zeggen, dat heeft mij wel een ander mens gemaakt. Afrika, heeft het zich genesteld van binnen? Zeer zeker, het is er niet uit te krijgen. Je bent een beetje zwart geworden. Een beetje zwart van binnen.
Ben met vijf hier? Met vijf, ja. Ons laatste huis. Ja? We hebben in Bamanda begonnen, in 1949. Veel courage, zeggen ze bij ons. Ja, courage. Ja, courage. Wat is eigenlijk de mooiste eigenschap van zuster Boromee? Ja, ik vind haar spontaniteit en haar eenvoud, dat vond ik. En ook altijd bereid om, ja, haar dienstbaarheid zal ik zeggen. Hè. Het kon ze ook zeer goed aanpassen. Hè, aan dat was gemaakt eigenlijk om missiezuster ja, te zijn. Eigenlijk ja, eigenlijk wel. En hoe lang is zij in Gemena aanwezig geweest dan? Helijn van der Slagmolen is 16 jaar in Gemena geweest. Goeiedag. Kom maar binnen. Mag ik hier zitten? Ja. Oh, ja. Ik ben directeur. Ja, zet u maar neer. Ja, we hebben nu al bijna een hele namiddag gepraat met uw medezuster, zo, zuster Boromee. En nu zouden we nog graag haar eigen zus, zuster Edmonda, ook een keer in het licht zetten. Ja. Zij was eigenlijk een vrouw die veel gewerkt heeft in het klooster van Vianen. Is het waar? Ja. Zij werkte eigenlijk overal een beetje in de hof. He, planten en erwten kweken, van alles, patatten. Ja. Dat was een werkpaard in het klooster. Echt waar, ja. Ja. Echt, ze zaten in de boerderij. Ik hielp haar dan om de koeien te melken. Ik deed dat heel graag. En zij bakte brood, ook 2-3 keer op de week. 30 broden minimum per keer. En dan maakte met een overschot van deeg zo polken. Dat polken, dat was voor mij. Je had een goede relatie met haar. Ja, 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 ja. Ik zag ze zeer graag. En zij mij ook. Ik was een kind en ja, ik liep er altijd achter. Maar als u zegt dat je nog een kind werd, als je achter haar aanliep, was u dan zo jong als u in het klooster ging? Of was dat dan... Nee. Ik was daar als weeskind. Als weeskind? Ja. Maar dat ze Edmonda was, was ik. Hij ontfermde zich ook een beetje. Ja, 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 ja. Ja, echt. Ik ben vertroeteld geweest. Ja. Door haar. Is een beetje uw moeder geweest dan eigenlijk, ja, die dat u gemist hebt. Ja, maar ja, moeder toch, hè. Iemand die zich over mij ontfermde, hè. Moederfiguur. Ja. Ik heb daar veel deugd van gehad. Ik heb er nog deugd van. Ik zie ze nog altijd graag. Zeg, vertelde ze veel over de familie? Ik weet dat haar familie kwam. Ja. Ja. Ja, wij kwamen elk jaar in juni, op het einde van de examens was de rit naar Vianen daar, was meestal goed weer. Ja. En dan mochten wij in de tuin rondlopen. Ja, een schone tuin. Een schone tuin, en dat waren dan optredens in Vianen. Hè. Ja, ja. En dan ja, de soort Vlaamse kermis om ja, ondersteuning te geven aan het MPI in feite. Mm-hmm. En wat dat ook deed, dat was in de bomen gaan met de ladder en ik met haar om fruit te plukken. Daar stond ze ook voor in. Maar ze was helemaal anders dan Boromee dan eigenlijk. Zij was, ja. Boromee was meer voor het onderwijs zo, hè. Ja. Ja, hij was ook stiller. Edmonda was een ja, vurige zuster zo. Een plezante zuster. En altijd voor iedereen en altijd in de weer, dat moet je zeggen. Ja. Dat is niet gelogen, dat is niet omdat wij lieve jongens zijn. Nee. Ah ja, dat kunt u misschien zijn, dat weet ik niet. Hè. Maar het waren lieve mensen, echt waar. En iedereen zal dat zeggen en dat is waar. Ja, dat is zo. Hebben jullie nog een boodschap voor alle mensen die nu aan het kijken zijn? Een boodschap voor onze familie? Tocopessa Bango, Tocopessa Binu, Longonia, Zambi, To Sepla Kimingi, Kozala Elongo Nasser Bormi. Even een woordje doen aan alle mensen in de zaal nu. Dus we gaan even de mensen in de zaal toespreken en die zitten daar. Daar. Ja, wij gaan iets drinken op hun gezondheid, hè. Want dat waren fantastische madammen. Echt waar. Hartelijk dank voor jullie gastvrijheid, jullie openheid. Een dikke, dikke, dikke merci. Graag gedaan. Baby, I know you're asking me to stay. Say please.
kijk met heimwee terug naar die jaren? Alleszins, ja. O herder, blijf uw volk nabij. En vol van vreugde zingen wij, nu en altijd. Amen. Zeg, maar we hebben geen cadeauken mee, of wat? We hebben geen cadeauken mee. Voor wie? Voor u, natuurlijk. Nee, dat is niet nodig. Is er hier ergens een bakker? Nee, maar wij gaan u straks een tas koffie of iets anders geven. Ik zal het u zeggen in het Congolees, likambo thee. Likambo is dat niet. Dat is geen enkel probleem.